Het is de zwaarste en langste zeilwedstrijd ter wereld, de Volvo Ocean Race. In 2005 wil sponsor ABN AMRO maar één ding. Die race om de wereld, die zo'n 9 maanden duurt, winnen. Het wordt een zeilavontuur met dramatische gevolgen. De nacht is gitzwart. Geen maan te bekennen op de Atlantische Oceaan. Regen, hagel, beukende golven tegen de zeilboot. Dan komt de melding. Man overboord. Er is paniek. Waar is Hans Horrevoet? We were like, how on earth are we going to get around the world in this thing? A couple of times we had the boat literally out of the water. Oh my god, what the hell's going on? It's like a liquid thunder almost. De Volvo Ocean Race is 7 maanden onderweg als de vloot New York in het vizier heeft. ABN AMRO 1 gaat stevig aan de leiding. De jongere boot, de ABN AMRO 2, is in het klassement gezakt naar de 4e plaats. Dus ik heb hem niet zo heel veel gezien. Er moest veel geklust worden nog aan de boot. En ik weet nog heel goed dat Hans zei, ja, iedereen denkt dat we het nu gehad hebben, maar die Atlantische Oceaan, die is tricky. Dat weet ik nog dat hij dat zei. En dat hij ook nog heeft gezegd op de kade van, ik zou best nu met jullie in het vliegtuig willen stappen. Dan ook, ben ik ook weer een keer thuis. Het was al ver in de race. Hij had ook zin om naar huis te gaan. Bobby had net leren lopen, daar, op de kade in New York. Ze had een truitje aan met het embleem van Team ABN AMRO. En ik weet nog dat hij ook echt zo lang mogelijk keek naar ons op de kade en zwaaien. En ik weet nog dat ik echt met mijn handen zo'n hart vormde en hij deed dat ook tot we elkaar niet meer konden zien. De oversteek naar Europa over de Atlantische Oceaan kan beginnen. Naar Portsmouth, Engeland. Het starts in Europe. And so to go all the way around the world and coming from the US back to Europe, it is a feeling of, right, you know, we're going to come home. Ja, het is 10 dagen, denk ik. 10 dagen, 11 dagen varen. En het is natuurlijk een mooie, zeiltechnisch is het. En weertechnisch is natuurlijk een fantastische lek. And it gets pretty cold and there's ice there and all that sort of stuff. So it's actually a pretty extreme leg with pretty extreme weather. De ABN AMRO-caravaan is alvast neergestreken in Portsmouth. Alles wijst erop dat de ABN AMRO 1 hier de Volvo Ocean Race al kan gaan winnen. Gelijk uit Amerika zijn we hierheen gevlogen omdat die etappe over de Atlantische Oceaan eigenlijk maar een klein stukje is. Dus een paar dagen, dus we willen ruim van tevoren hier zijn om alles voor te bereiden. Wie zaten hier allemaal in het hotel? Eigenlijk iedereen, de hele walorganisatie, maar ook alle familie van de meeste zeilers. And I remember it was just another normal night at sea, really. You know, we knew there was weather system coming through, and we were in the process of, you know, sailing fast as we can with the boat and going through sail changes. It was a very dark night that night, and the wind was increasing, and also the waves were increasing too, and there was no moonlight. Our skipper Seb saying, okay, now from now on the weather's going to be bad, so you know, make sure everyone takes a moment to come downstairs and get your life jacket on and get ready for the weather. George, Pete and I were packing the sails, off watch. And the boat nosedived quite violently, but nothing out of the ordinary of what we've experienced before. We braced for the impact. The boat kind of lurched forward. Okay, we heard the water rush over the deck. And all of a sudden we heard a sail flapping. Yeah,
Ja, en toen in één keer met een golf die over dek kwam. En Sepp had het meteen door. En die zei van, ja, Hans, kom. As soon as I heard the call, I hit the button and on the man overboard system and on the computer. Ik denk ik ook de mazzel gehad dat we eigenlijk binnen een hele korte tijd meteen de boot stil hadden. Meteen de spinhaken naar beneden hadden, de genhaken naar beneden. Meteen om konden draaien. You know, big sea, and we had to have the engine on, you know, and the boat was slamming because we wanted to go back along the same path we'd sailed because that's the most logic. I had the data and the waypoint that we needed to get back to, and so we were following our track and motoring back up the track that we'd sailed down. We had een rij aan lichten, alle zaklampen en al het je man overboord materiaal hadden we natuurlijk gelanceerd. You know, we have the life rings, we have a heaving line, we have you know, lights that flash in the water that float. Als die aanstaan, dan maak je natuurlijk een spoor van licht. Ja, ik weet niet meer precies hoe laat, maar ergens midden in de nacht gaat dat ding af. Debbie had ik aan de lijn. En Debbie is de race duty officer. En die dat is meestal geen goed nieuws als die belt. Ik heb geen idee wat ik eigenlijk gedaan heb. Ik wist ook niet wat ik moest doen. Dus het klinkt heel suf. Dan ben je verantwoordelijk hier voor de organisatie. En dan sta je hier als een gek ijsbeer hier heen en weer in die kamer. En dan, En dan, dan komt het volgende belletje van de race control. En dan is het Hans. Hans is overboord geslagen en ze zijn met een rescue actie hem aan het zoeken. Toen heb ik het crisis management plan erbij gepakt. En op dat moment heb ik ook eigenlijk geen moment meer getwijfeld. En toen ben ik eigenlijk direct in de auto gesprongen ook. De racecontrole waar ik binnenkwam, dat was natuurlijk dikke stress ook aan alle kanten. Na drie kwartier zoeken op een ruige zee, de melding dat Hans is gevonden. Ik was de swimmer of the wards, ik meteen in mijn pak zat. En we kregen toen een flinke hagelbui over. And with the flippers and you know everything ready to go in the water if that was needed, so he went down and got ready for that. Maar toen we aankwamen zagen we natuurlijk meteen dat het mis was, want hij lag voorover en had een lucht in zijn jas. Dus ja, dus dan dat was bij ons meteen van ja, nu moeten we het even goed doen. Hè? Je moet nu niet te ruig te werk gaan. We're motoring and the boat's playing around and it's quite rough, so it's actually quite hard even to position yourself on the boat. En de eerste keer lukte niet, toen ben ik naar hem toe gezwommen. Ja, en toen had ik hem vast en jongens, we hebben touw aan en die grijnde je terug. Maar ja, En toen kwam hij eigenlijk, kwamen we van onderlangs en de wind die blaasde hem zeg maar zo tegen onder de boot langs. Ja, en toen kon ik hem in het water, toen hij langs kwam, wel heel snel pakken. En toen was er nog 4 meter naar de boot toe. Ja, ja en toen kon ik hem wel meezwemmen. Hans was unconscious, so we got him downstairs as quick as we could and we got his wet clothes off and began the whole CPR process. Terwijl de twee onboard medics. Ik en George Speed. You could hear one guy counting, you know, the other guy doing the heart massage and then the breathing. You could still hear all that going on. So you knew that there was, you know, still a lot of work being done. We knew we were in a difficult situation, but I think we were always optimistic or positive that something, you know, we might be able to get him back. Op dat moment hebben ze het contact gelegd met via een satelliettelefoon natuurlijk met onze dokter aan de kant. En dat is dan een 24-uur traumacentrum in Southampton. And he got suggested an adrenaline shot, which
I think maybe gave us a bit of, perhaps it was false hope, but we thought that something might happen, but eventually we had to stop, and that was the end. Wil je meer? Abonneer.